In mijn professionele leven vind ik het heel tof om bezig te zijn met cellen, in specifieke stamcellen, en daar moleculaire kunstjes op uit te oefenen. Dat ben ik een beetje, in een nutshell. Vanaf mijn HAVO was ik eigenlijk al aan het bedenken om door te stromen naar het VWO of naar in dit geval een bacheloropleiding op het HBO. Mijn bachelor heb ik uiteindelijk voltooid en ik had eigenlijk het gevoel dat ik nog heel erg neigde richting het professioneel ontwikkelen en het doorstuderen. Maar toch ook wel bezig zijn in de praktijk en leuke dingen doen die ik ook interessant vind op mijn werk. Dus vandaar de HBO Master, waarin ik dus eigenlijk allebei heel mooi kan combineren. Op het moment dat je je inschrijft binnen de master, dan wordt er contact met je opgezocht door een van de docenten die hier lesgeeft. En deze gaat in dit geval een interview met jou houden om te kijken of je een goede fit bent voor de master. En aan de andere kant ook of je de professionele ontwikkeling aan zal kunnen. Deze checkmomenten blijven eigenlijk terugkeren gedurende je studie en daarmee blijf je in controle over je persoonlijke ontwikkeling. Mijn netwerk, in dit geval dan de studenten, kan ik heel goed inzetten omdat ze dus allemaal andere achtergronden hebben en kennis over dingen. Dus wat die studenten dan voor mij kunnen bijdragen überhaupt aan mijn professionele ontwikkeling, is ik allemaal verschillende takken van sport binnen life sciences meekrijg. En op deze manier kun je het maximale uit je studentengroep halen en daarmee ook het beste dus voor jezelf betekenen. Persoonlijk leiderschap komt eigenlijk al net voordat je met een master begint aan bod. Je wordt verantwoordelijk gesteld om je eigen stageplek te zoeken. En eigenlijk gaat dit hele proces door je hele master heen. Je moet development plans opstellen, je moet allerlei andere ontwikkelprocessen in werk stellen. Persoonlijk leiderschap komt dus zeg maar constant weer terug. Via de master krijgen wij de kans om 2 jaar lang stage te lopen. Dit geeft ons eigenlijk een voordeel ten opzichte van universiteit masterstudenten, aangezien we langer betrokken zijn bij hetzelfde project. Tevens kunnen wij de theorie die we in de lessen krijgen direct toepassen, in sommige gevallen tijdens onze stage. De meerwaarde van een HBO-master, hebben we ten opzichte van een WO-master in dit geval, is dat je dus een andere rol aanneemt binnen in je project, door middel van toch wat meer verantwoordelijkheden, aangezien je die langere tijd meeloopt. En daarmee ook eigenlijk andere studenten, masterstudenten in specifiek, kan begeleiden binnen hun project. Ik word heel gelukkig van deze master, want ik kan toch een stukje professionele ontwikkeling krijgen waar ik hiervoor een beetje aan tekort kwam voor mijn gevoel. En daarnaast heb ik natuurlijk zelf mijn stageplek uit mogen zoeken, dus ik vind het super interessant waarmee ik bezig ben en hoop hier ook mee verder te gaan nadat ik klaar ben met de master.